zijn we weer. Alweer. We gaan nu lopen we verder het gebied op. We lopen langs Rhythms of the Resistance. De Samba Band. Mensen zijn lekker aan het dansen. Ik dacht, dat is de ideale. Kijk, we hebben ook al onze sporen achtergelaten. Hier staat Fossil Free. Ergens anders, dat had ik ook al getwitterd. Hier staat Keep It In The Ground. Had iemand een hele boodschap geschreven voor de haven. Arbeiders, dat het actie niet tegen hun is en dat we voor een kolenfonds zijn. Er staat Red Line Against Fossil Capitalism. Ik zou even stoppen met praten zodat je dingen kan horen. Dus ook heel leuk zijn en heel gevaarlijk. Kijk hoe onschuldig en lief we erbij dansen. Wat ik dacht dat goed was om te zeggen op deze locatie is iets over de historische achtergrond daarvan. Namelijk dat Nederland met zijn eerst met een echte beurs, eerst met een echte aandelenmarkt, eerst met de economische crisis van de tulpencrash, dat Nederland ook natuurlijk degene is met de VOC. En de WIC. En dat dat natuurlijk ook een groot onderdeel is van het probleem. Namelijk het idee dat andere landen of andere mensen, of dat er ergens een onontgonnen gebied is dat jij kan gebruiken omdat het anders is. En dat er een soort van hiërarchieën zijn en dat je als dit land ergens anders heen kan om daar mensen te koloniseren. En dat vind ik dan ook het beetje problematische aan de term als bijvoorbeeld het antropoceen. Antropoceen is de term die gebruikt is voor dit soort van geologische tijdsvak waar we in zitten. Maar je hebt het holoceen, al die andere scenen. Dat zijn tijdsperiodes waarin bepaalde dingen, een soort van klimaataanduiding van die tijd. En het antropoceen zegt van oké, dit is voor het eerst dat we in een periode zitten waar klimaatverandering, waar het klimaat verandert door de mens, dus door de antropos. Maar wat het gevaar daarvan is dat we doen alsof wij mensen iets verpest hebben. Terwijl het is natuurlijk niet wij mensen, het is wij westerse wereld die iets verpest hebben. Namelijk daarom denk ik dat het ook misschien beter het white capitalist oceaan genoemd kan worden. Omdat er lopen al best wel lang mensen rond die niet op dezelfde manier zoals hier in de Amsterdamse haven met al deze enorme kolenhoeveelheid en met de dieseloverslag. Er zijn heel veel landen die het niet op deze manier aanpakken. Er zijn ook heel veel mensen die het niet op deze manier aanpakken en die in plaats daarvan gewoon hun ding doen zonder de aarde kapot te maken. En om het dan antropoceen te noemen, dat is een beetje gek. Maar we zijn dus bij de haven waar VOC met het kolonialisme en zo begon. En dat lijkt me dan wel een goede verband om te kijken hoe het kolonialisme en klimaatverandering samenhangen. Maar daar moet je eigenlijk hele intelligente artikelen over schrijven. Dus dat zal ik niet doen. Ik ga weer doorlopen naar de rest van het kamp. De rest, zeg maar waar we staan, daar zijn we aan het overleggen over wat we verder gaan doen. Of om 3 uur, het is al 3 uur geweest, of om 6 uur weggaan. Dus ik loop nu terug van Rhythms of Resistance, die je daar nog steeds hoort dansen, naar de rest van het kamp langs een intimiderende bulldozer. En daar zijn ze dus bezig met consensus zoeken over of we weggaan. En dat is ook iets wat ik hoor van heel veel mensen die meedoen aan de actie. Is dat ze het super mooi vinden dat we niet alleen protesteren tegen klimaatverandering en een soort van meer structurele analyse maken over hoe het kapitalisme ons allemaal kapot maakt. Maar dat we ook kijken naar wat kan dan wel.
En op welke manieren kun je nog meer samenwerken zonder overbetaalde managers? En je kunt bijvoorbeeld samenwerken door met general assemblies bijeen te zitten, waar afgevaardigden van verschillende groepen bijeenkomen om te vertellen wat hun groepje vindt. Wat in het vorige filmpje ook al werd uitgelegd. En dat is eigenlijk een hele goede, nou ja, om te zien dat dat werkt, dat is eigenlijk heel erg cool. En dat is ook hoe de actie en de voorbereidingen van het klimaatkamp zijn opgezet. Met verschillende autonome groepen die dan een delegate sturen naar een groter overleg. En nou ja, zoals je ziet, dat werkt eigenlijk best wel. Want we zijn er nu allemaal met meer dan 300 mensen. Het kamp staat nog steeds, alles is goed georganiseerd. Dus best wel vet en echt een hele inspirerende ervaring om te merken dat directe democratie gewoon kan. En nou ja, dat we dat gewoon aan het doen zijn in Nederland.